Beste allemaal, welkom bij weer een nieuwe Marieke's Go! We gaan dus vandaag die brug over. Jawel. Nou lieve mensen, ik ben dus nu in het koewegje van Zwolle. Kijk mensen, en er hangen al ballonnen. 30 jaar ateliers, koewegje. Wat leuk! Mond. Hallo. En u bent ook kunstenaar. Ja, ik zit hier al 30 jaar. Ik wou net iemand hebben die dus 30 jaar hier zit. Nou, dat ben ik. Nou, fantastisch. Ja, er zijn wel meer die 30 zijn of 30 jaar in het vak zitten. Ja. Maar ik ben degene die hier 30 jaar zit. Wauw. En heeft u het ook dus opgestart eigenlijk? Nee. Nee? Dit pand is naar aanleiding van een idee van Ron Huiskamp en Helmi Helmink... omgebouwd tot ateliergebouw. Ja. Vroeger was het van alles. Ja. Onder andere ook een tassenfabriek. Ja. Of ledenwaren. Ja, Vezo heeft hier gezeten. En we hebben... iets met een kruisvereniging heeft erin gezeten. Ja. En we hebben hier ook lessen van Stien Eelsing en Piet Zwiers zijn hier gegeven. En straks is onze openaar Aranka Wijnbeker en die heeft hier nog les gehad. De mix, mensen. Zal ik het dan zo vertellen? Hoeft het niet in beeld? Nou, de mix is een keuze van de kunstenaars uit elkaars werk. Ja. Zodat als mensen voor één kunstenaar komen, die kan dus niet in één atelier alles zien. Die moet op zoek. Ja. En we willen heel graag dat iedereen gaat rondlopen. En een nieuwe galerie hier aan de zijkant van het pand, die nodigt daar natuurlijk ook toe uit. We hebben twee ingangen. Ja. Je kunt dus ook in twee richtingen trappen op. Dat zag ik, ja. En dat maakt het veel levendiger. Ja, dan heb je een soort zoektocht. Ja, en dan heb je ook beweging, hè? Ja, en ik heb hier zelf gekozen. Ik ben ruimtelijk kunstenaar. Ja, en ik heb gekozen voor... dingen met processen. Hier deze proefjes met het kleuren van metaal, dat is van mezelf. Ja. En ik vond in het werk van Michiel Knaven vond ik het chemische en ook de vlek. Dit zijn dus de materialen die hij ook gebruikt heeft? Hij maakt dus dingen naar aanleiding van fotografisch beeld. Ja. Dat combineert hij met ruimtelijke dingen. Ja. En dit is dus iets met reageerbuisjes. Nou, reageerbuisjes, dan denk je, oh, dat is chemisch. Ja. Nou, hier ben ik bezig met chemie. Nou, deze kleuren onderzoeken, die vlakjes, die zie ik hier weer terug in die foto. Ja. En die vlakjes van dit, dat is een illustratie van Steve Wildebeek. Ja. Die heeft in de keuken van het Stedelijk Museum gehangen. Die heeft ook allemaal van die tegeltjes. Ja. Ja. En ik ben zelf heel erg gek op makkemer aardewerk van Tichelaar. Ja. Ja. Ik heb laatst ook nog geëxposeerd in de winkel van Tichelaar. Die, oh, leuk. Die ook alweer daar weg is. Maar nou ja, alle panelen stonden er nog. Daar werd ik helemaal gelukkig van. Nou, en dit is voor mij het ultieme Tichelaar gevoel. Oh, leuk. Zo'n beetje. Ja. Het opvouwen van een platvlak, waardoor het ruimtelijk wordt. Ja. Dit lintje is bandstaal, kistenband. Ja. Dat is eigenlijk heel hard en springerig. Ja. Maar omdat ik het heb uitgegloeid in een vuurton, krijgt het ook die prachtige kleuren, waardoor het ook weer te maken heeft met de kleuronderzoeken die ik net heb laten zien. Ja. En ik heb daar diverse vormen van gemaakt. Dus dit is 1986. Ja. Toen wou ik een trofee ontwerpen. Kijk. Eigenlijk moet ik eerst dit vertellen. Ja. Want ik heb ook een schaal gemaakt. Kijk, en hier zie je eigenlijk de verwantschap tussen dit vormpje. Wat leuk zeg.
en dat. Ja, ik zie het. Nou, dat, die schaal, dat weet ik zo niet precies. Maar ik denk... 1993. Ja. Zoiets. Dit is 2017. Oké, dus 6 jaar en dan gaan we naar 2017. Ja. Ja. Nou, en dan... En dan kan het ook wezen dat als je even kijken. Na het eindexamen heb ik ook dit soort dingen gedaan. Blokjes vouwen. Prachtig. Dus dit is 1990. Ja. Dit is 2016. Wow. Hangt aan de overkant. De wow. buren. En ik heb er ook een bijpassende boom bij ja. ontworpen. Ja. Want de buurman die wilde ze uitzicht kunnen... controleren, als het ware. Dus toen zei ik, nou, als ik dan eens een vlak maak, het zijn eigenlijk ruimtelijke draden die de contouren van deze aangeven. Ja. Nou, en dan wat vlakjes en die kun je dan in allerlei standen stellen. En als jij denkt van, dat stukje van mijn uitzicht wil ik wel en dat wil ik niet vanuit mijn keuken. Ja. Nou, dan zet je het zo neer. Ja. Maar dat was toch een brug te ver. Wat hier zeg maar boven hangt vind ik ook heel, heel mooi. Ja, die ja, heel is warm. Eigenlijk... Het is ook een best... Dit is echt een winkeldochter. Ja. En winkeldochters zijn lastig. Daar kom je niet vanaf. Nee. Ik heb heel vroeg in mijn loopbaan, zal ik maar zeggen... Ja. Heb ik in Lunen, partnerstaat van Zwolle in Duitsland, heb ik... een project gedaan. Dat heette Kunst aan Arbeidsplatz. Yeah. En nou, ze hadden uit allerlei potjes geld gehaald. En dan mocht ik bij een zekeringenbouwbedrijf in de werkplaats. Dat hield in aan een gammel werkbankje. Zweten, denken, mijn tekening klopt niet en hoe moet dit nu? En ze gaven me een bandvormig koper. En dat heb ik opgevouwen, een constructie bijgemaakt. En dat hebben we opgehangen in de burgerberatung van Brambouwer. Ja, ja hij komt ook niet bij me weg. Ik heb ook in 1993 had ik hem zo wat klaar. Toen heb ik het glas er weer uit moeten halen. Toen kreeg ik last van mijn ogen. Wat nou trouwens weer beter is. En toen moest ik stoppen. Ja. Dus, nou, en zo blijft hij maar bij mij. Ja, hij hoort er gewoon bij. Klaar. Ik heb hem ook al bijna weer een keer verkocht. Oké, okay, en toen ging het weer niet door. Zo, ik kijk mijn ogen uit. U bent de kunstenaar hè, van dit alles. Dit ik, zo noemen ze het, ja. Ja. Ja, kunt u zich even voorstellen voor de camera? Ja, ik ben Steven van Rij. Ja? Ik schilder hier in dit atelier. Ja. En wat ik eigenlijk doe is de laatste tijd, dit zijn oude werken. Ja. Is een beetje klassiek schilderen. Ja. Dus realistisch. Portretten ben ik hier ook mee bezig. Op de ezel zag je er een. Ja. Ja, ik vind het echt, ik vind het echt fantastisch. Het is gewoon net echt. Echt prachtig. Ik vind het niet normaal. Ja. En hoe lang doe je nou over zoiets? Ja, dat vragen mensen veel. Ik hou geen tijd bij. Nee. Het ligt eigenlijk aan hoe vaak ben je op het atelier. Ja. Maar qua uren, ik denk een uurtje of 50, 60. Ja, dat denk ik ook. Zit zeker wel in de schilderij. Ja. En het is olieverf, hè? Het is olieverf, ja. 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 Jeetje man. Ja. En doe je dat helemaal uit je hoofd of vanuit de foto? Of? Ja, ik maak foto's. Ja. En gewoon een goede resolutie. Ja. Ja, en die gebruik ik eigenlijk om mee te schilderen, ja. Nou, echt fantastisch. Dankjewel. Ik ben fan van je. Super. Nou, we gaan naar de opening. We gaan naar de opening. Yeah! Top. Nou, we staan met smart te wachten op de opening. Hè? Ja. Het is al heel druk geworden hier. Kijkt u maar. Hartstikke leuk, al die mensen. En het gaat zo gebeuren. En buitenlui, mag ik even uw aandacht? Wij als middeleeuwse boeren woonden hier al toen op deze plek nog een welvarende boerderij stond. Veel, heel veel, hebben wij in al die jaren zien gebeuren. Helaas, het mooie agrarische bestaan moest wijken en de koeien verdwenen. De naam van deze straat verwijst nog steeds naar die historische misser. We zijn er de types niet naar om over koetjes en kalfjes te praten. Dus... We vatten de koe bij de horens
En gaan ter illustratie van de teloorgang van dit pand een aantal oude koeien uit de sloot halen. De waarheid mag, nee, moet bezongen worden. De waarheid als een koe. Wij leefden van het land, de klompen in de klei en alle arbeid met de hand. Je wist je plek, verdeed geen tijd aan houtskool, inkt of waskonkrijt. Beste mensen. Wat heerlijk dat jullie met zoveel mensen gekomen zijn. Allemaal mensen die van kunst houden, die van ons houden, denk ik ook een beetje. Nou, dan komen jullie ook om de dingen die we maken. Namens het bestuur van de Stichting Ateliers Zwolle, die onder meer dit pand beheert. Allemaal van harte welkom. Inderdaad, ik ben het met Michiel eens. Geweldig dat jullie in zo grote getale hier nu zijn. Succes. Okay. Dankjewel, Henk. Ja, ik heb inderdaad hier heel veel herinneringen liggen. Als schoolmeisje liep ik hier door het koewegje. Niet om in het koewegje te zijn, maar om bij Stien Ilsing en Piet Zwiers op tekenles te gaan. Want die zaten hierboven. Een instituut met kinderen met een probleem. En ze was er heilig van overtuigd dat met schilderen, dat je daar heel veel aan kon doen. Ja, het was een bijzonder mens en ik denk met heel veel plezier terug daar aan die zolder waar we zaten. Piet gaf les aan jongens, Stien gaf les aan meisjes. En dan was er altijd nog Iske Zuurhuis, die woonde later in Dalfsen, inmiddels overleden. En die was een soort assistent voor beide groepen. This is the moment. En dan wil ik daar even bij vermelden dat Joko degene is die dit ontworpen heeft. Dan hebben wij gedacht dat de ateliergenoten voor al die jaren dat jij al die randjes hebt gelijmd, al die reparaties voor ons hebt gedaan, die deuren die klemden, dat dak wat eraf hoorde, elke keer meteen aan de telefoon. De kaartjes. Kachels aan. En daar willen we jou voor bedanken en we hebben even een bosje bloemen voor jou. Ik weet niet of u het net in de gaten had, maar tijdens het optreden van die prachtige mooie acteurs was er een vleermuisje die er doorheen ging. Nou, we hebben wel heel hard gewerkt om er iets van te maken, om er zo'n feest van te maken. Ja. Ik ben illustrator. Ja. Ik werk op het bovenste atelier hier aan de kant van het koewegje. Ja, daar heb ik al foto's van gemaakt en die vind ik je. Leuk, dan weet je het al. Ja. En ik illustreer heel veel kinderboeken heb ik geïllustreerd en ik heb voor de NRC, de krant, heb ik veel illustraties gemaakt. Oh, wat gaaf. En zo nog wat van allerlei projecten ben ik mee bezig. En we geven ook samen met mijn ateliergenoot Marijke, we delen één ruimte, dan geven we ook illustratiecursussen. Ja. Sinds vorig jaar, dus dat is weer wat nieuws. Wat leuk zeg, ja, heel veel succes. Ja, dank. Zo, ik ben nu beland in de winkel en het atelier van Nou mensen, het is hier echt hartstikke leuk en echt de moeite waard om te gaan kijken hier bij het koewegje mensen. Er zit heel veel beweging in dit atelier, koewegje. Het is echt heel verrassend en echt leuk om naartoe te gaan. Een liedje zingen? Van welkom? Ja, u mag wel een liedje zingen. Welkom
wat fijn dat je er bent. Na meer dan 1000 jaar had ik je bijna niet herkend. Nou ja, we zijn natuurlijk bij Els begonnen. Kijk, hier nog 2 werken van Els. Atelier 2, de toilet. Kijk. Kunst is overal. Zij wordt de mens als ware door vogels op de jas geworpen. Nou, die daad heeft de vleermuis vandaag waargemaakt. Dames en heren. Ik sta hier met Steef en Joko in de winkel van Koewegje. Leuk, vertel. Wanneer zijn jullie open? Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Nou, we zijn eigenlijk vandaag open, want vandaag is de jubileum open dag. En speciaal daarvoor hebben wij deze winkel ingericht. Ja? En ja, in dit pand hebben wij allemaal een atelier van 9 kunstenaars en wij zijn er 2 van. Ja. En ja, vandaag zijn we open voor het publiek. Wat leuk. En wat is jullie specialiteit als kunstenaar? We zijn allebei illustratoren. Ja, okay. En we doen daarnaast ook allebei nog theatrale randactiviteiten rondom illustratie. Oké. Okay. Ja. Ja. Wat leuk zeg. Echt heel leuk. En als mensen hier willen kijken, dan kunnen ze aanbellen? Ja, we hebben, dit zijn onze werkruimtes, maar we hebben beneden een bel. En als mensen op bezoek willen komen, kunnen ze altijd gewoon even een kijkje nemen. En we hebben een galerie. Yeah. En die is vandaag geopend. Yeah. En in de toekomst hopelijk wat vaker. En dan vaak op zaterdag en zondag. En dat gaan we allemaal aankondigen op social media, wanneer die open is. Dus ik heb eigenlijk een klein beetje een primeur. Weet je wel. Ja. Dank jullie wel. Nou, ik sta hier met Steef en met Els en we gaan het magische moment beleven samen dat Koewegje Ateliers op de kunstroute komt van Zwolle. Hoe leuk! Oké. Nou, we gaan beginnen. Wat leuk! Jullie gaan hem plakken. Ik mag hem ook vasthouden, toch? Ja, samen. Samen. Waar moeten we nou? Fantastisch. Ja, daar mag Koewegje erop. Nou, lieve mensen, er is iets heel leuks aan de hand, want ik heb Thea de Bats ben ik tegen het lijf gelopen hier bij het Koewegje. En Thea en ik exposeren samen bij de Wilde Deerne. Hoe leuk! Zo, dit is dus Thea de Bats en wij exposeren samen, hè? Ja. Ja, en daar komen we nu achter. Ja, hoe grappig. Bij de Wilde Deerne. Bij de Wilde Deerne. U heeft die prachtige mooie kleine deerne gemaakt en de grote. En de grote. Ja, echt fantastisch. Heel mooi. Nou, wat leuk. Ja, wat leuk. En ik ben uitgenodigd, dus ik ga in de maand juli, als u kan, ga ik een afspraak maken en dan kom ik bij u langs. Nou, lijkt me heel gezellig. Ja, en dan ga ik een leuke vlog maken. Heel erg leuk. Ja. Nou, hey, het was hartstikke leuk, Els. Dank jullie wel, hè. En heel veel succes. Dank je wel. Doei. Ik geniet. Nou, lieve mensen. Koewegje Ateliers staat op de kunstroute van Zwolle. Hoe leuk. En nou, ik heb heel veel kunstenaars ontmoet die ik nog niet kende. En jullie ook natuurlijk. En ik zou zeggen, ga daar gewoon kijken, want het is gewoon prachtig. Er zit veel beweging in het pand en er is veel te zien. Gewoon mooi. Ik zou het heel leuk vinden wanneer jullie je abonneren op mijn kanaal Marieke's Co. op YouTube. En dat jullie mij gaan volgen en veel leuke likejes geven. Dus, iedereen is welkom. Abonneer je op mijn kanaal. Druk op die rode knop hieronder. Hoe leuk. En je ziet van alles aan kunst wat voorbij komt. En je ziet hoeveel kunstenaars Zwolle en Kampen en onze regio gewoon rijk is. Want we zijn superrijk met z'n allen. Hoe leuk. Ik zou zeggen, tot de volgende Marieke's Co. Bye bye.